Lars Huber trapt de derby af. DVS tegen VVOG. We gaan kijken of het een spektakelstuk gaat worden. Voor het eerst keeper Van Vogt met een bal die over de boarding gaat. Diep Rumeon gezocht. Lars van Wetering opnieuw. Lars van Wetering verdedigt daar. Rumeon kan die bal oppakken. Rumeon gaat in scoringspositie komen. Nee. Schot daar in de... Oeh, voorlangs geschoten door Jarno Westerman. Oeh, daar gaat iemand onder de bal door en dan gaat schot erin geschoten. Wordt net overgeschoten door... Tim van den Berg. Tim van den Berg. Ja, hij tikt hem bijna het bovenhoekje. Zo. Het scheelde niet veel. Sterk aan de bal hoor. VVG houdt balbezit. Gaat het door het centrum proberen. Snel balletje daartussendoor. Jeremy de Graaf. Kan... Was een schot, maar raakte hem niet echt... En Ming Binga kon er ook niks bij. Ik denk dat hij hem nog iets broerder had geraakt, dan was het een assist geweest. En Binga stond er wel vrij. Was een gevaarlijk moment. Klopt. Goed doorgedekt van... Goeie bal van Sam de Wit, zeg. Op Lars Huber. Nu ligt er ruimte. Oh, dat is goed verdedigd door die 26 van de VVOG. De bal van Wajano Westerman was anders strak voor de goal geweest. En Lars van Wetering stond klaar. Ja. Die wilde hem wel hebben. Iets te kort. Ja, Brito Rock vond dat iets te kort. Valt altijd een goede scheidsrechter. Sympathiek. Iedereen altijd even een praatje maken voor de wedstrijd. Of nou een supporter is of in de bestuurskamer. Die man die houdt van zijn hobby, volgens mij. Een man met ambitie misschien? Ik weet het niet. Voor iets nog hoger op. Salasiva. Bal richting Maarten van Dijk. Zo. Via Hogedoorn. Denk ik. Nee, het is een achterbal. Via Maarten van Dijk, die hem verlengde. Ik dacht dat hij daarna nog een keer verlengd werd. Want anders dan zou hij er toch in moeten. Daan Huiskamp. Houdt de rust. Weer geen communicatie. Zonde is dat, want dan ben je in, gaat het gevaar opleveren voor VVOG. Gaat het schot komen, ja. Oeh. Gevoelig hoor. Ja, Jeremy de Graaf. Goeie bal. Jarno Westerman. Gaat het linkerbeentje opzoeken. Rechterbeentje. Slikt zich een beetje. Was ruimte om... Ja, bal. Op de lat. Lars van Wetering. De mooie vlag, aanval. Blijft omlaag. Mooie aanval met een klein stotter erin, zeg maar. Ja, Jarno Westerman. Jarno Westerman. Schrok van de ruimte die hij kreeg. Als hij met links had genomen, dan was er wel... Gevaarlijk geworden in ieder geval. Ruimte. Ik denk dat DVS gemiddeld wel iets beter is, wat meer overwicht heeft. Maar VVG, de slordigheidjes achterin kan zo afgestraft worden. Je voelt ook dat de spitsen van de VVG gretig zijn. Ja. En daar is zeker niks in het veldoverwicht misschien iets. Maar zeker zien we beide partijen die beide, nu dan. Terwijl ik het zeg... Werkt Tim van den Berg daar heel goed de gevaarlijke kans weg. Dat is de eerste goede, echte kans voor VVOG. Geweldige trap Daan Huiskamp, maar soms wel wat te veel vertrouwen. Hij had wat in zijn oog. Ja. Het komt dat VVOG heel hoog druk zet. En ook feller in het duel is op dit moment. Gaat Rumeon. Gaat hij doen. Stef Nijland loopt hem een beetje in de weg. Goeie redding daar van de Hogewoning. Was nodig. Komt die bal. Schot geblokt. Opnieuw ingebracht. Sam de Wit. Sam de Wit. Oeh, goede redding daar. Gaat hij snel naar de hoek hoor, die keeper. Nou, een paar leuke mogelijkheden aan allebei de kanten. Scherpe bal hoor. Zo, die Salasiva die... Ik had het idee dat Groenewegen hem er gewoon in kon lopen ongeveer. Ja, maar die Salasiva zat er heel goed tussen, want anders was het gewoon gebeurd. Goed gedaan van den Hoof. Ook in tweede instantie. Kijk eens. Nicky van Hilten af. Nu Dijkhof met dat ruimte. En Binga. Nog meer ruimte hier voor Hogedoorn. Gaat schieten. Nou, er is wel heel veel mogelijkheid voor Jeremy de Graaf. Zo'n grote kans heeft hij nog niet gehad vandaag. Schrok hij van de ruimte? Of, hij van het leek wel even of hij verdoofd was. Afbal afgepakt. Nou, dit is ruimte. Kijken wat ze daarmee gaan doen. Gaat schieten. Zo, wat een goede save van die keeper weer. Van Hogewoning op het schot van... Hoofd geraakt. Scheidsrechter ziet het niet. DVS verbod verder. Nou. Nassim El Alblak schiet niet. Zoeken. En ook regelmatig zijn doelpuntje meepakkend. Lars. Zo! Allemachtig! Hoppatee. Wat een doelpunt! Wat een doelpunt! Stef Nijland! Die bal daalt. En zo maak je hem niet vaak, maar geweldig. Valt uit de lucht. Een zondagsschot. Ja, eens kijken naar wie gaat hij. Ik denk naar zijn zoontje. Ja, die ziet een wereldgoal. DVS komt op voorsprong. Stef Nijland doet het helemaal zelf. Goeie aanname. En van heel ver weet hij Manuel Hogewoning te kloppen. Had geen enkele kans. Olijven de lucht in, maar... Goed. Goeie bal zeg. Komt hij daarbij? Nicky van Hilten op de handen van Hogewoning. Sam de Wit. Aanname had hij iets meer van verwacht, denk ik, Nijland. Mag verder, beste gaat overtreding. Verder. Stef Nijland geraakt. Nassim achter de bal. Met de vuisten. Wordt een hoekschop. Ik hoor heel ver in de vette hoor ik een stadion speaker. Heel ver in de vette. Slim. Snijders. Met Rumeon. Ja, is gewoon een overtreding. Dan in één keer. Korte hoek. Zo! Binnen. Nassim El Alblak. In het korte hoekje bij Hogewoning. Die zit er lekker in ook hoor. 2-0 DVS. Ja, ik denk dat Paul Eppink had hem wel gehad. Hogewoning zag hem denk ik laat. Ja. Slim die zon hè. Ik denk dat de zon... Nu is het comfortabel voor DVS. Nee. 2-0. Nog een keer misschien nu Groenewegen richting tweede paal El Gamarti. Bereikt de Snijders niet. En het is afgelopen. DVS pakt de punten. Deel 2 van de derby is voor DVS. En daar gaan we met z'n allen van genieten. We wensen u een fijn weekend en tot de volgende keer.